Het centrale thema deze week was vrijheid. Vrijheid die na 70 jaar geleden zwaar werd bevochten. Vrijheid van meningsuiting tijdens het Festival van het Vrije Woord. En de geknakte vrijheid, precies 13 jaar geleden dus, toen Pim Fortuyn werd vermoord. Hier op de bank zijn aangeschoven rechtsfilosoof Afshin Elian en Annabel Nanninga van Yalta.nl. Jullie zijn beide genomineerd voor de Pim Fortuynprijs. Gefeliciteerd. Dank u. Wat is het eigenlijk, Annabel? Wat ik begrepen heb, is dat het een prijs is voor mensen die zich in de lijn van Fortuyn manifesteren in het publieke debat. Dus niet terughoudend zijn met zeggen wat ze bedoelen. En daar ook voor staan voor wat ze zeggen. Tenminste, dat is wat ik begreep. Dat is een eer. Heel eervol, ja. Afshin, als je kijkt naar die beelden zojuist, dan moeten we daar natuurlijk ook wel bij lachen. Maar heel eerlijk is ook wel te zeggen dat Pim Fortuyn misschien zijn tijd wel ver vooruit was. Absoluut. Wij kijken nu naar 4, 5 personen. Maar niet vergeten, 13 jaar geleden waren 10.000 mensen in Rotterdam op de been gekomen om afscheid te nemen van Fortuyn. Bijna 2 miljoen mensen postuum eigenlijk op Fortuyn hebben gestemd, niet zozeer op LPF. Ja, hij heeft in 1997 het boek geschreven tegen de islamisering van onze cultuur. Als je dat boek leest, daarin staat alles wat vandaag de dag gebeurde. Ja. Alleen met zeer deftige bewoordingen schreef hij. Dus als je dat vergelijkt met hoe nu over islam of multiculturele samenleving wordt gesproken, dan is verbazingwekkend waarom elite zo reageerde, zo heftig, zo demoniserend op Pim Fortuyn. Want ja, die beelden die we daar dan zien, er zijn een handjevol mensen daarbij, maar dat is denk ik niet wat hij heeft nagelaten. Volgens mij is het zelfs zo dat veel linkse politieke partijen, ook een GroenLinks, ook veel van zijn gedachtegoed zijn gaan bezigen. Ja, hij is daarin een breekijzer geweest in wat wel en niet fatsoenlijk was. Daarvoor had je Jan Maat, die werd consequent genegeerd en belachelijk gemaakt. Fortuyn had natuurlijk meer intellectuele slagkracht, daar kon je ook niet zo goed omheen. En die mensen die je net zag, ja, die zien hem natuurlijk ook een beetje als een soort, bijna een soort messiaans beeld hebben die misschien van onze Pim. En als hij er nog was geweest, was dit allemaal niet zo gebeurd. Ik denk dat dat niet de realiteit is, maar wel dat hij daarvoor heeft gezorgd dat inderdaad bij de PvdA en PVV je nu dingen hoort die hij als eerste zei, waar hij toen echt om kapot is gemaakt. Dominique, jij werkte in die tijd bij de Telegraaf. Jij hebt die zaak ook gedaan voor de Telegraaf. Ja. Je hebt zelfs Volkert van der Graaf ontmaskerd, begreep ik. Jij zegt ook van ja, in die tijd was de media ook al heel fel op hem. Ja, ik denk dat iedereen dat wel weet. Ik bedoel, hij heeft het zelf ook geroepen destijds. Hè. Er is toch een soort van cultuur om hem heen neergezet. En hij is gedemoniseerd door zowel links als rechts. VVD deed er aan mee, maar ook de linkse partijen. Telegraaf moest hem ook lange tijd niet. Op een gegeven moment, kan ik me nog herinneren, was er een soort van wie de goedmaging op het strand met zijn hondjes erbij. En sindsdien was er dan Pim voor en Pim na. Maar dat hij er niet goed uitkwam, dat was wel duidelijk. Heb je daar misschien een voorbeeld van, Dominique? Nou, toevallig. Kijk, Marcel van Dam, ik weet niet, heb je daar wel eens van gehoord? Ja, heb ik wel eens van gehoord. Kopstuk van de Partij van de Arbeid, VARA-voorzitter. En die zat in het Lagerhuis samen met Pim Fortuyn. Dat was een buitengewoon spraakmakende uitzending. Alleen nou wil het feit dat zowel de VARA als Marcel van Dam eigenlijk na uitzending, zeker na zijn dood, hebben gezegd dat fragment mag nooit meer uitgezonden worden. En wij hebben het fragment. Dan gaan we daar naar kijken. Ja, wat is ongeveer met mijn boek? U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat? Begrijp je dat, Afshin, dat je dit niet meer mag laten zien? Dat is onbegrijpelijk. Overigens, Theo van Gogh had ook daarmee te maken bij het maken van zijn film 0506. Of omgekeerd. Hij mocht het niet meer laten zien. Maar hij heeft het wel gekregen van iemand, een videobandje had hij gekregen. Ik had daarover geschreven, dus na de moord op Pim Fortuyn. En ik had me gebaseerd ook op het rapport van een commissie die door de staat zelf was opgericht daarvoor. En het rapport wordt keurig geciteerd. Dat is niet alleen dit programma, maar ook in Vrij Nederland noemt hij Pim Fortuyn een eigenman. In het debat, wat jullie hebben nu net niet getoond. Maar dan zegt Pim,
ben ik dus een bureaumoordenaar die miljoenen mensen wil doden? Het is echt verbazingwekkend. Zullen we nog even een keer... Ja, ik wil het gewoon nog een keer zien dan. Ze hebben nooit ook een sorry gezegd. Ik bedoel, als je terugkijkt naar die gebeurtenissen, dat is verschrikkelijk. Die man is gewoon zomaar vermoord door een verschrikkelijke terrorist. Nou, die eigenlijk die heeft gedaan wat zij wilde. Maar zij durfde niet voor de rechtbank gaan staan. Demonstreren, zeggen, Volker moet vrij. Alsjeblieft. Want hij deed precies wat zij wilde. We gaan het gewoon nog een keer laten zien. Fok de Vara. Kom maar. Ja, wat is onbeschuldiging? Met mijn boek. U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat? Annabel, jij wordt ook nogal als minderwaardig mens genoemd, geloof ik, op internet. Ja, ja. Daar heb jij ook mee te maken. Ja, daar hoor ik voortdurend van alles over mezelf. Want misschien even voor de kijker de reden daarvan? Nou, er zijn meer redenen. Ik maak wel eens mensen boos, kennelijk, met wat ik schrijf. Je neemt geen blad voor de mond? Nee. Nee, ik vind ook dat ik dat niet hoef. En ik vind ook dat mensen best mogen schelden. Ik vind als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren. Zo sportief ben ik dan ook wel weer. Het gaat wel ver. Ik vind bedreigingen wel echt een grens te ver. Als mensen echt zeggen, ik weet je wel te vinden en ik herken je wel en ik krijg je wel te pakken. Alleen maar omdat ik dus kennelijk dingen zeggen waar ze boos op worden. Maar dus hebben we daar eigenlijk niks van geleerd? Nou ja, goed, ik wil mezelf niet op één lijn stellen met Fortuyn. Ja, maar dat hoeft niet eens. Nee, het is nog steeds zo dat na de gebeurtenissen bij Charlie Hebdo schreef ik een heel pittige column waarin ik zei, we moeten echt eens gaan inzien dat de islam ons hier in het Westen gewoon de oorlog heeft verklaard. En we moeten daar iets mee. We kunnen dat niet langer afdoen als incidenten of dingen. Nou, dat werd helemaal verdraaid in media als ik zou die mensen de oorlog verklaard hebben. Nee, ik zei, ons wordt de oorlog verklaard. Reageer daarop. Dat wordt dan echt verdraaid van, jij verklaart ze de oorlog en jij zegt, alle moslims gaan eraan. Ja, zo'n tekst wordt aan mij opgehangen en dat is levensgevaarlijk. Als mensen echt denken dat ik heb gezegd, alle moslims gaan eraan, dan is het mijn nek. En ik heb dat nooit gezegd. Nee, dus dat, in die zin gebeurt het nog steeds. Ja, maar gebeurt nog steeds. Kijk naar die vrijheidslezing in de Bali afgelopen zaterdag. Ja, daar zaten we dus ook achter. Ja, hoe was dat? Want daar was veel beveiliging. Ja, nou, het was heel veilig. Ja, ja, nee, dat was een mooie avond. En daar was ook best ruimte voor allerlei meningen. Maar het is natuurlijk echt heel schokkend als je een heel oud mannetje met 6 beveiligers dat podium op ziet lopen, omdat hij een tekeningetje heeft gemaakt waar mensen niet tegen kunnen. Het is ergens ook woedendmakend dat dat nodig is. Maar ik ben wel heel blij dat het desondanks wel is doorgegaan en dat Juri Albrecht en de mensen van de Bali en van de NVJ toch hebben gezegd, wij laten ons niet dicteren wat wij hier op een podium zetten door die gekken. Dat is wel moedig, maar het is een rare sfeer als je daar... En dat die tijd zich dan lijkt te herhalen in die zin. Dat hebben we natuurlijk deze week ook gezien met Geert Wilders. Mislukte aanslag, althans op dat evenement daar. Ja. Afshin, hoe vind jij dat de media daarop heeft gereageerd? Nou, enerzijds zag ik enorme bezorgdheid bij NRC Handelsblad. Voor de eerste keer heeft een hoofdredacteur een artikel geschreven waarin ze respect betonen voor moed van Geert Wilders en Kurt Westergaard. Dat vond ik heel bijzonder, maar dat zegt iets dat ook elite begint in te zien dat dit heel gevaarlijk is. En dat er echt geen incidenten meer zijn. Dat de vijand onder ons is en ze willen echt doden. Aan de andere kant zag ik ook in sommige media, ik weet niet precies bij welke... RTL Nieuws had het over een anti-moslim bijeenkomst. Ja, ja, dat is precies de terminologie die alle fundamentalisten en radicale jihadisten gebruiken. Namelijk, alles wat wij zeggen, zoals terecht werd hier gezegd, is anti-moslims. Terwijl als je zegt dat profeet Mohammed bijvoorbeeld een oorlogsmisdadiger was, hè, als je 700 Joodse mannen ga je onthoofden en vrouwen en kinderen ga je verdelen onder je mannen, ja, dit is een oorlogsmisdaad, toen, nu en in de toekomst hopelijk. Nou, als je dat zegt, dan ben je niet tegen moslims, dan heb je islam bekritiseerd. Maar steeds gaan ze opzettelijk, ondanks het feit overigens dat Nederlandse rechter heeft in 2 verschillende uitspraken dit ook vastgesteld, onderscheid tussen moslims en islam. Maar opzettelijk gaan ze door elkaar halen. Die bijeenkomst was niet tegen moslim, omdat ex-moslims zat er ook bij. Nee, het was primair natuurlijk een
een betoging voor de vrijheid van meningsuiting. Ja, zo werd het om te beginnen al niet genoemd, want het moest natuurlijk anti zijn, want Wilders was erbij. Dan had je inderdaad anti-islam nog mee kunnen wegkomen, maar er stonden meerdere mediaberichten inderdaad over anti-moslim. Ja, het zou hetzelfde zijn als we een cartoonwedstrijd organiseren over de paus, dan wordt het dus een anti-christenwedstrijd of zo. Ja, of dat je Israël kritiek bedrijft en zegt dat het antisemitisme is, wat ik ook een heel vervelende troefkaart in het debat vind. Want dat, en omgekeerd mag dat ook niet van die mensen. Nee. Dus eigenlijk is er weinig veranderd. Ja, en je zou, als er dan iemand overlijdt, zou je ook altijd gezegd hebben over de doden niets dan goed. Dat was bij de Arabist Hans Jansen ook anders, hè? Dat was alleen maar vuiligheid. Veel vuiligheid? Ja, nou ook wel veel mensen die natuurlijk wel betrokken waren. Maar ook heel veel mensen die daar meenden daar over te moeten juichen. En ook daarvan denk ik, nou ja, dat is je vrijheid van meningsuiting. Maar ook weer zieke kranten zoals de Volkskrant, die gewoon doodleuk op dezelfde avond nog een IM publiceren met als kop Hans Jansen, de nar van de Arabisten. Door een journalist die zelf, mevrouw Jannie Groen, die zelf nog... ik vond het vooral een teken dat op zijn overlijden dat er toch zoveel juichende reacties waren. Dan dacht ik bij mezelf, dan heeft hij in ieder geval iets goeds gedaan. Want hij heeft heel wat mensen in de boom gekregen. En dat is goed. Weet je, die mensen die hebben allemaal geen recht op hun ziel. En het is aan ons en de media, maar ook alle vrijheidsdenkers om ervoor te zorgen dat ze een beetje eelt op hun ziel krijgen. Want dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Wat trouwens heel mooi is, ik zag vanmiddag een fragment uit Buitenhof uit 2001. Jansen heeft ook de moed gehad om van mening te veranderen. Hè? Hij was niet altijd heel islamkritisch. En dat mensen verwijten hem soms dat zwalken is. Ik vind dat moedig, dat je tot andere inzichten komt. En hij zat toen tegenover Pim Fortuyn. En we kennen de standpunten van Fortuyn. En Jansen was eigenlijk een beetje tegen hem. Maar hij bleef zo beschaafd. Hij viel hem geen enkele keer persoonlijk aan. Het was totaal geen Marcel van Dam. Het was een heel waardige inhoudelijke discussie, waarin twee mannen het gewoon niet met elkaar eens waren. Als Fortuyn altijd zo was behandeld, dan was hij niet... Overigens, Fortuyn had enorm respect. Pim had enorm respect voor dat Hans. Dat zag je ook. En Hans was... Want ik ken hem sinds 2002. Hè. Fortuyn was mei 2002 vermoord. Ja. Dus zeg maar 6 maanden later hebben wij met elkaar kennis gemaakt, toen de eerste bedreigingen werden geuit aan het adres van Ayaan Hirsi, die net bekend was geworden. Maar wat we niet moeten vergeten, Hans Jansen is een van de grootste Arabisten en islamologen uit de 20e eeuw van Nederland. Waarom? Hij heeft 17 boeken geschreven. Ik ken weinig Arabisten en islamologen die 17 boeken hebben geschreven. Hij heeft meegewerkt aan een vertaling van een Koran. Dus de moslim moet in Nederland ontzettend blij zijn met Hans Jansen. Hij heeft echt een Koran vertaald. Hij heeft honderden wetenschappelijke artikelen, maar ook publieke teksten geschreven. Dus in die zin is enorm gemis voor opineren in Nederland, maar ook voor wetenschap. Waar gaat dit heen? De strijd gaat verder. Ik bedoel, wat Jansen zei, hè? Strijd de goede strijd. Strijd de goede strijd. Dat stond in die mailtjes. Ja, mooi om te besluiten. Blijven we doen. Annabel, Dominique, Afshin, dank je wel voor jullie komst.